En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een schuld. De kogels door de kerk. We hebben een akkoord op hoofdlijnen voor een nieuw kabinet. Ja. Wat vindt u daarvan? Heeft u wat van de hoofdlijnen bekeken in het nieuws? Helemaal nog niet. Nog niet. Nee. Maar ik ben wel blij dat ze eruit zijn. Ja. Ja. Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. We moeten maar afwachten wat het allemaal wordt. Maar ik vind het op dit moment er wel goed uitzien. Nee, ik ben niet zo politiek onderlegd, maar ik met degene die nou aan de macht komt, of die dan gewonnen heeft, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik vind het goed. Wat precies vindt u goed? De vluchtelingen. Dat er een stop komt op het behandelen van de asielaanvragen? Onder andere. En dat gewoon moet het volle zol. Dus het zijn allemaal gelukszoekers die hierheen komen. De echte vluchteling die mag van mij komen. Maar die goudzoekers, die hun vrouwen gewoon daar laten zitten en hier komen om alleen hier geld op te halen, dat hoeft van mij ook niet. Dus ik hoop dat het lukt. Laatste korte vraag. Ze willen ook het eigen risico in de zorg verlagen over 2 jaar. Maar dan wordt de zorgpremie natuurlijk wel duurder. Dat kan niet anders. Nee. Het is of het een of het ander. Ik zei of die zorgpremie wordt duurder of je krijgt meer medicijnen die je zelf moet gaan betalen. Eén van de twee. Maar dat zit er dus dik in. Het moet het de lengte uit de breedte. Het kan niet het een inkorten en dan moet het ergens anders vandaan komen. Dat is niet zo moeilijk. Nou, eigenlijk snap ik dat wel. Want ja, bedoel, je kunt er niks aan doen als je ziek bent. En als mensen dat eigen risico moet iedereen natuurlijk betalen. Ik vind het op zich wel een goed. Vind ik op zich wel een goede regeling, ja. Ja, 385 euro is een beetje te gek, hè? Vind ik. En vooral mensen met een minimaal inkomen. Dus een goed plan, ja.